We hebben deze PlayStation 5 vinden met een SteelSeries headset. Kijk dan deze video en dan laten wij jou zien hoe. Ik ben Ronald Fladden, YouTuber en ik ben een pro gamer. Mijn naam is Wilbo, ik ben ook een YouTuber en ik ben een geboren gamer. GameMania bestaat 30 jaar. En wij doen daarom de Best Gamer of All Time Challenge. En wij twee mogen dat als eerste gaan doen. Wij zijn heel erg benieuwd wat voor games we gaan spelen. Ik heb gehoord dat het games van de afgelopen 30 jaar zijn. Op verschillende soorten consoles. Wij gaan het nailen. Pro gamer. Oh. Dat klonk pijnlijk. Ik laat zien dat ik een pro gamer ben. Nee, nee, laat zien. Laat je skills zien. Hoe gas je? Hoe gas je? Hoe gas je? Hoe ga ik gas al? Ja! Nou, je staat wel tweede. Kom op. Je kom kunt nog eerste worden. Kom op, Bilbao. Nou, ik heb net Super Mario Race, hoe heet het? Super Mario Kart. Oh ja. Ik heb net Super Mario Kart gespeeld en ik was echt super goed. Je was bijna eerste. Bijna eerste. Ik wist niet hoe ik moest gassen. Maar toch werd ik bijna eerste. Met een honderdste. Een honderdste was het. Ja, ik heb een tip voor jullie. B is gassen. B is gassen en pak de items. En pak de items, die liggen plat. Let's get my Tekken on, Ronald. Weet je dat ik vroeger om 3 uur 's nachts altijd Tekken speelde? Ja? Ja, om mezelf te beschermen tegen pestkop op school. Oh ja, dan kon je het wel leren. Ja, dan kon ik het inderdaad leren, maar je wordt al helemaal afgemaakt. Mijn pestkop zag er vroeger zo uit. Weet je wel, die had zo'n Johnny Bravo. Dat kan toch? Gamers zeggen altijd damage, maar het is eigenlijk damage. Dat komt uit het Latijns. De beste tips zijn om veel te bukken en dan te slaan. Ja, dan kunnen ze niks tegen doen. Dus laag blijven, dat is mijn pro-tip. Oh, daar gaan we dan. Wilbert? Ja? Wist je dat ik ben geboren toen Pac-Man uitkwam? Dat wist ik niet. Ja, ja, ja. Ik ken je al 14 jaar, maar dit wist ik niet. Ja, ik ben 40. 42 ben ik. Ik heb heel veel Pac-Man gespeeld. Ja, we hebben wel heel veel Pac-Man gespeeld. En ik was er eigenlijk zo goed in. Dit was gewoon één kompotje. Nou, je bent beter op zo'n arcade controller. Ja, daar ben ik het allerbeste op. Met een knopje. Joystick. Ja, met een joystickje. Dat is wel beter. Op de Switch vond ik het toch wel wat lastiger. En ik merkte het. Je maakte domme keuzes, maar dat was de controle. Het was de controle. Ja. Ik was het niet. Ik deed gewoon geluk. Wil je laten zien hoe Call of Duty pro ik ben? Of ik dat wil laten zien aan jou? Ik wil dat aan jou laten zien. Oké, laat me zien. Oké, dan gaan we. Oh. Ah. Ah. Ik vond dat ik het heel erg goed deed. Je hebt het best wel goed gedaan. 30 seconden. 34 zelf. 34! Ja. Dat is wat minder dan... Dan andere mensen het zouden doen. Dat is minder dan andere mensen precies, het zouden doen. Precies, ja, precies. Je bent gewoon ik ben er trots op. Ik deed het heel erg goed. Ik heb de reactievermogen. Ik ben een PC-gamer, maar hier deed ik het best wel goed. De mensen kunnen je niet verbeteren, denk 15 ik. 15 plus. Dat is wel waar. FIFA King Bilbao. Ik heb bij Manchester gespeeld, weet je dat? Echt? Ja, ja, ja. Dus echt niks. Alsof jij het beter kan. Kijk, daar ga ik toch. Oké, geef dan. Doe jij dan als je zo goed bent? Nou, FIFA meester Ronald. FIFA meester, oh, ik ben de bal kwijt. Maar je loopt uit, de hoek komt erin. Je loopt uit! Oh my god. Hé, waar is de bal eigenlijk? Oh, daar! Wij zijn beter Sonic. Nee, Mario voetbal. Mario voetbal. Mario voetbal, daar zijn we wel goed in. Maar FIFA. Ja, FIFA is niet. Dit is een beetje te onrealistisch. Ja, vind ik wel. Waarom vechten ze met elkaar? Er is geen ene reden. Mario is leuk als hij aan het vechten is. Tegen Link, mijn favoriete character. Maar waarom vechten ze? Hoeveel uren heb je dit al gespeeld? Ik hè? Ja. Deze Smash specifiek? Gewoon Smash. Oh, Smash in geheel? Ja. Alle Smash's bij elkaar? Ja. 1000 uur.
Dat is wel sick. Heb ik geteld. Moest vroeger altijd opschrijven in een boekje als ik ging gamen. Hoe lang? Supergoed. Ik heb die link echt ingemaakt. En niemand kan mijn score verbeteren. Want dit is de hoogste score ooit. Ja? Ja, ja. Oh, dat is wel sick. Ja. Ik ga het je verslaan. Nee, dat kan niet. Ik ging in totaal toch richting de 1000 wel. Denk ik denk ongeveer 20 minuten. Ja. Jij vond het nooit leuk. Jij vond nooit Smash leuk. Je ging altijd Jigglypuff zijn en dan rollen van het veld af. Dat is het enige wat jij deed. Nee, ik heb ongeveer 20 minuten en ik kan wel toegeven. Ik ben best wel slecht. Ja. Te veel knopjes. Maar ik vond wel dat ik het goed deed. We waren wel best in FIFA. Ik heb er een goed gevoel bij. Ik heb er ook een goed gevoel bij. Dat moet goed. We zijn de beste, denk ik. De best in Pac-Man, best in FIFA, best in Call of Duty. Insane. Jullie gaan ons niet verslaan. Niemand. Niemand. Mijn all-time favorite game is The Legend of Zelda The Wind Waker. Echt? Ja. Mijn Hello Kitty. Waarom ben je zo? Eerlijk waar. Waarom kan je niet gewoon een normaal antwoord geven? South Park The Stick of Fruit is mijn favorite. Niet de volgende? Nee, South Park The Stick of Fruit. Oké. Okay. Dat is mijn favoriet. Voor altijd. Dus, wil jij de PlayStation 5 winnen, een SteelSeries headset en een pakket boardgames? Kom dan naar de Game Mania Beurs bij Gameforce België 1 en 2 oktober. Of 8 en 9 oktober in Nederland. Misschien ben je beter dan ons. Denk het niet. Denk het ook niet. Au!